Hallo allemaal. Weten jullie nog dat ik op woensdag een sticky soda slijm heb gemaakt? Zo ziet dat er een dag later uit. Dit ziet er wel heel erg als de sticky soda die je hier op de zijkant ziet eruit. Dus ik vind het super cool. Hoe krijg ik het eruit? Ja, dat weet ik niet. Het is nat. Het is squishy. Als je erin kijkt. Dit is ook een mini-update voor jullie. Breekt het, scheurt het. Even kijken hoor. Het zit goed vast. Ik kan eraan trekken. Dan scheurt het een beetje. Maar ja, nou kijk, dit komt eruit. Dit soort stukjes is dus een dag later. Komt er dus wel prut uit. Nou. En dit ligt hier nog. Dat was mijn stick van gisteren. Daarmee kunnen we er een beetje... Nou, als je het er dus in doet, krijg je het er nooit meer uit. Helemaal nooit. Nee, dat is ook overdreven. Maar het zit wel... Kijk, daar hebben we wat. Daar komt een gedeelte. Daar komt in ieder geval iets eruit. Het is heel erg sticky. En dit is het slijm na een dag. Het is een beetje rekbaar. Maar we doen hem gewoon weer hierin terug. Even een mini video gewoon even om te laten zien van hoe ziet het er een dag later uit. Het zag er dus goed uit. Mijn sticky soda had dus echt een mooie slijmvorm. Ik weet niet, ik denk dat ik het binnenkort wel weer eruit haal en dan wat anders ermee ga doen met dit bakje. Maar het is dus wel grappig om als dingetje neer te zetten en dingetje te maken. Ik vond hem leuk. Een super korte video, 2 minuutjes maar dat maakt niet uit. Het is even voor nu. Oké, bedankt. Doei doei. Kleine update was het. Doei.